Nou, dames en heren, daar zijn we weer bij vlog 2 in Afrika. We hebben hier, omdat het kan je wel zien, door alle droogte die je hebt, alle beesten gaan zowel dood hier. De droogte is niet normaal. Dit is een klein beestje geweest, die is snel gestorven omdat er, zoals je kan zien, deze hele rivier is gewoon helemaal leeg, geen water, niks. Die droogte is echt een probleem hier. En het is heel snel om te zien. En zo liggen er heel veel beesten dood, omdat die droogte hier gewoon te erg op dit moment is. Dus laten we maar hopen dat er snel wat regen gaat vallen. Dat de beesten kunnen overleven. En dan zie ik jullie straks. Oké, mensen. Dit is de poep van een impala of in ieder geval een antilopensoort. Dat kan je zien omdat het keutels zijn. Nou, geen één vleeseter of vogel laat keutels. Omdat het keutels zijn, je ziet gewoon allemaal groenten, allemaal planten er doorheen en plantenrestjes. Dus dat is van een antiloop dat we hebben gevonden. Wat we hier dan verderop zien, dat is hier heb je, ik wijs het even met dit takje, met dit wijs ik zo aan. Dit is een braakbal van een steenuiltje. Hoe ik dat zie, het is niet al te groot. Er zitten kleine potjes in, kleine haartjes van beesten. Dus dit is een braakbal van een uil. Een steenuiltje. Ze zijn kleine uiltjes, die gaan gewoon op de stenen staan of ergens anders en die braken dat uit als ze net hebben gegeten. En dan zie je dit. En dit is een poep. Dit is poep van een jakhals. Kan ik zien aan dat hij groter is. In een echte poepvorm ligt. En omdat hij haren in zich heeft. En ook kleine stukjes bot. Dus daaraan zie ik dat dit poep van een jakhals is. Nou, laten we maar weer snel verder gaan. Oké, dames en heren. We hebben hier een slang gevonden. Onze allereerste slang die ik hier zie. Nog één. Oké, we zitten nu tussen twee slangen, jongens. Hier zie je er eentje beter. We hebben hier een slang kruipen. We moeten wel uitkijken, want het zijn hele giftige slangen. Dit zijn namelijk ik ben even heel hyper. Oh, dit zijn boomslangen. Boomslangen zijn best wel hele giftige slangen. Zie je hem nog? Zie je hem nog, Wouter? Hij ging ergens daar zo heen. Oké, jongens, we moeten heel even een klein beetje opletten. Het zijn natuurlijk zeer giftige slangen. Oh, ik zie hem. Over de steen. Dit is een boomslang, jongens. Deze slangen zijn super giftig. Je hebt een giftige variant ervan en een geen giftige variant. Dit is de giftige variant, want de geen giftige variant leeft hier niet. Deze slang die heeft hele kleine kaken, dus die moet je via de zijkant bijten en niet recht naar voren. Want via de zijkant heeft hij een te kleine bek om te kunnen bijten. En dit is dus een giftige, dus we moeten heel erg oppassen. Want deze gifslang moet je binnen 10 uur ongeveer naar het ziekenhuis toe en anders ben je gewoon weg. Ben je dood? Oké, buiten, kom. Kom, heel voorzichtig. Kijk. Kijk hoe klein die is. Hoe je kan zien dat de giftig is. Hij heeft een beetje een spitserig hoofd en hij heeft fel zwarte ogen. En dat is, daar kan je herkennen dat hij giftig is. Holy shit, jongens. Kijk, hier zie je ook, hij klimt nu de boom in. Heb je nog goed in beeld? Nee. Kijk, via hieronder, of via hierboven. De groene boomslang, jongens. Holy shit. Dit is zo vet. Kijk. Zijn kop. Een beetje zo uitgezien blijven. We proberen het zo goed mogelijk voor jullie te filmen. Wouter, kijk uit. Iets naar achter. Wouter, iets naar achter. Heb je zijn kop goed in beeld? Kijk, jongens. Oké, stil blijven staan. Niet bewegen. Hij keek ons namelijk recht aan. Gifslangen zijn heel gevaarlijk, jongens. Ze hebben namelijk twee hele grote giftanden. Die zetten ze in je. En als die zeg maar uiteindelijk in je hebben gebeten, hebben ze weerhaken in hun tanden. Dus dan krijg je dat er niet meer uit, omdat die gewoon weerhaken hebben. Oh, dit is een heel mooi shot. Kijk. Hier kan je zien dat het echt een boomslang is. Echt een gifgroene boomslang is dit. Nou, dames en heren, wij gaan even genieten en wij praten zo meteen weer verder. Wij gaan weer filmen, over. We kunnen helemaal even springen, dus dat wel.
Dit is de groene boomslang, jongens. Hij is echt een hele mooie kleur. Deze is een beetje blauwige kop. Deze is zeer giftig. Ze kunnen ook springen, hoor ik, heb ik net begrepen. Dus we moeten heel erg uitkijken. Deze slangen die komen echt voor in dit soort gebieden. Lekker naast een beekje. Kunnen ze lekker in het water zitten. En lekker modderig. En veel bomen natuurlijk. In Afrika moet je heel erg oppassen. Want ja, je weet natuurlijk, deze bomen, als je goed om je heen kijkt, alles is gifgroen zowat hier. Dat zie je echt niet gewoon. Deze slangen zijn zo goed gecamoufleerd en zo dodelijk. Dus dit was echt zo'n toffe vondst. Maar deze slangen, dus wat ik al zei, die hebben gif. Die tast je bloed aan, dat gif. Dus als je die wordt gebeten, dan tast je bloed aan. Waardoor je bloed eigenlijk stopt met stollen. En deze slangen die hebben niet zo'n hele brede bek. Dus dat is wel weer het fijne. Want hij kan zeg maar niet, als je zo zit, kan de slang niet zo bijten. De slang moet zo zitten. Omdat hij dan tenminste nog zijn kaken zeg maar in je vel kan zetten. En zo is zijn bek te klein om eromheen te passen. Het is heel raar, maar dat kreeg ik laatst uitgelegd gekregen. Maar het is zo vet om te zien. En ik heb nog nooit een Afrikaanse slang gezien. Dus sorry dat ik soms net een beetje stotterde of slecht praatte. Maar dat kwam omdat ik gewoon zo blij was dat ik eindelijk een keer een slang had gevonden in Afrika. Dus dit was echt heel vet. En moet ik even laten bezinken allemaal. En hopelijk gaan we jullie nog toffe beelden geven. Nou jongens, ik heb nog even bedacht, ik ben net één ding. Groene boomslangen zijn ook bekend dat ze zo dun en lang zijn. Door de langheid kunnen ze met hun staart heel makkelijk afzetten, maar door de dunheid zijn ze ook heel snel. Dat maakt deze beest zo gevaarlijk, want ze kunnen dus door die staart, omdat boomslangen zijn, moeten ze dus zeg maar zo om de boom heen kunnen wikkelen, waardoor ze zo omhoog kunnen. Dus ze kunnen heel goed hun evenwicht behouden terwijl ze omhoog staan. En dat is dus het gevaarlijke, want hij kan dus heel makkelijk omhoog staan, met die staart afzetten en dan springt hij gewoon naartoe. En dat is ook nog eens een levensgevaarlijke slang met het gif. En ja, dat was wel een beetje de informatie die ik over deze slang weet. Maar dit is echt heel bijzonder dat we er ook nog eens twee tegelijkertijd vinden. Eentje aan de linkerkant, eentje aan de rechterkant. Dit was zo mooi, jongen. Maar laten we doorgaan met zoeken. Oké, dames en heren. Deze slangen, ja, we hebben nu die slangen niet. Maar de slangen die je net zag, de boomslang, die eet het liefste vlees. Nou, wat voor vlees vragen jullie dan misschien af? Het is vooral kleine kikkertjes, zoals ik zeg maar wat padjes, kikkertjes, zoals gifkikkertjes of dat soort dingen, dat maakt ze echt niks uit. Dan bijt ze erin, dan kauwen ze en dat slangen dus een hele goede functie. Ze hebben flexibele ribben, dus stel ze willen iets eten, ze kauwen niet, maar ze slokken het soort van naar binnen toe, waardoor hun ribben uitzetten. Waardoor uiteindelijk het hele beest er gewoon helemaal in past. Je hebt ook bijvoorbeeld een python en die kan gewoon een heel mens in zijn lichaam stoppen en gewoon helemaal opeten. En deze beesten die zijn dus heel uniek en heel mooi. Dus heel gaaf om dit te zien. Nou dames en heren, super tof dat jullie hebben gekeken naar deze video. We hebben in deze video boomslangen gezien, dus groene slangetjes. Waren hele mooie beesten. Denk wel de mooiste beesten die ik ooit heb gemaakt en de leukste aflevering die ik ooit heb gemaakt. En geniet zeker van deze aflevering. Er gaan nog heel veel andere afleveringen komen. Dit was Wout en ik zie jullie bij het volgende avontuur.